Een hele bijzondere dag vandaag, dames en heren. Het is namelijk 17 mei. Het is de internationale dag tegen homofobie. Het is ook namelijk 19 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties homoseksualiteit schrapte van de lijst van geestesziekten. 19 jaar geleden. En daarom is het heel bijzonder, want vanmiddag zal de Nederlandse regering in de persoon van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van homo-emancipatie, Ronald Plasterk, voor het eerst de regeringsprijs van homo-emancipatie. Uiteraard, ja, Marokkaan heel wat homo zegt, ik ken ze niet. Dat ze mij vroegen, weet je. Ik zei, ja, waarom ik? En ja, tuurlijk man, kom op. Niks te doen, gezegd. Het is donker, ik zie homo's altijd in het donker in parkjes, dus ik moet gerend. De breedte en de veelzijdigheid van het oeuvre. In doel, werkwijze en resultaten levert het oeuvre een fundamentele bijdrage aan de bevordering van de sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland. De jury adviseert daarom de eerste Jos Brinkprijs toe te kennen aan Henk Krol, de stichting van de Vrienden van de Wereld. Als je één keer genomineerd wordt, dan denk je, ja, misschien maar twee keer. Je had al drie prijzen, had je zei iemand tegen mij, je hebt er al drie. Je hebt de Gordonprijs, je hebt de Bob Anslow trofee. Ja. En de Hare Majesteit heb je vandaag niet op trouwens. Nee. Hare Majesteit heb je ook al een keer een lintje gegeven. Dus zou je nog een keer een prijs krijgen? Wat doet het je? Het is natuurlijk echt wel een flinke vaas. Die vitrine die moet nu weer gesloopt worden. Je moet weer een heel nieuwe kast maken, je prijzenkast. Ja, die vaas toch niet in de prijzenkast, nee. Ja, hoe voel je? Het is nu nog maar net gebeurd. En ik ben echt, wat dat betreft, ben ik nog een beetje in een droomwereld. Heb ik zoiets van, is het nou echt waar? Je weet wie je tegenover je hebt? Ja, dat weet ik nog net wel. Hij stond op de 6e plaats, heb ik gehoord. Meen je niet, ja? Ja. Maar jij stond er 2 keer op, anders hadden we in de top 5 gezeten. Ik had er gewoon niet 2 keer op moeten staan. Nee, dat zeg ik. Dat is wel beter. Ja, we hadden het beter moeten regelen. Maar we hebben het niet geregeld verder. We zijn altijd bezig, net als jij. Je bent gewoon bezig met je ding. Ja, dan ik vond het mooi trouwens dat je je vader even noemde. Dat was wel even mooi. Die was heel belangrijk. Ik bedoel, als mijn vader destijds niet zo gereageerd had, dan denk ik dat die gekhand er niet zo geweest was. Dus ja. Maar het moet allemaal nog een beetje vallen. Het kwartje is nog niet echt gevallen. Nee. Ik sta nog een beetje te trillen. Ja. Ja, vertel je niet aan die vaas. Wat ga je nu doen met die vaas? Die zet je neer ergens in de hal? Ik weet het wel. Ja, ik denk het wel. Die zou wel ergens in de hal komen staan. Maar nee, thuis? Want iemand zei, die neemt hij mee naar huis. Ik zeg, nee, die komt in best. Ik moet er nog eens goed over nadenken. Het geld gaat in ieder geval naar de stichting toe. Ja, maar jullie hadden nog wat nodig. Dus het was wel prettig iets. Ja, dus wat dat betreft, het geld komt goed terecht. En die vaas moet ik nog even over nadenken wat het mooie plekje gaat worden. Er worden geen bloemen ingezet. Dat mag niet, hè, in zo'n vaas. Niet? Nee, ik geloof wat niet. Wat hoort er wel in? Nee, die hoort gewoon staan. Zand doe je erin, dan valt hij niet zo makkelijk om. Zand. Nou, ik heb toch een beetje Chinese vaas. Een beetje Chinese vaas is het. Maar hij is ook wel heel zwaar. Ik heb hem net samen met de minister proberen te tillen. En dat krijg je bezorgd of moet je meenemen? Ik ga dadelijk vragen, ik weet het niet. Nee. Gaan jullie het nou uitgebreid vieren op de redactie? Ik moet er nog echt. Ik weet het niet. Huis en tuin is een ander programma, eigen huis en tuin. De zaak en het meisje gescheiden. Ja, maar een sympathiek meisje. U bent al een tijd samen, begrijp ik. Maar kunt u wel iets over zeggen? Ja, ik ben al, 23 jaar met Swindley samen.
Ik was verbaasd, ik wist het niet. U bent de geheime roze wolk binnen het CDA. Want mijn buurman Joop Wijn, ja, hij is inmiddels verhuisd, maar woonde in dezelfde straat naast elkaar. Die was toch wel heel bekend daarin. Maar u bent wat dat betreft een stille roze man. Ja. Ja, ik loop er niet zo mee te koop. Ik wil ook mijn privéleven een beetje beschermen. Want ik ben als Kamerlid en zeker nu als lijsttrekker ben ik publiek eigendom. En ik wil toch nog wel graag een paar uur in de week mezelf kunnen zijn. Met mijn eigen partner. Ja, ja, ja. Zeg, en op de motor gaat u ook regelmatig, heb begrepen? Ja, is mijn... Bent u ook lid van die motorhobbyclub? Er is geloof ik een pink motorclub. Pink motormuizen. Daar ben ik geen lid van. Nee. Zeg even twee dingen. We staan hier in de koninklijke omgeving, de Schouwburg. Ja. Henk Krol is in de prijzen gevallen. Ja. Er waren 31 inzendingen. Ja. En in de top 5, daar zat Henk twee keer. Dus we konden het aan ons water voelen eigenlijk, hè, dat Henk het zou worden. Toen dat het in die top 5 zat. De jury heeft nog behoorlijk getwijfeld, inderdaad, tussen Henk en de groep. Maar ja, de groep van Henk. En de groep van Henk. Stond echt bijna ook heel hoog. De groep van Henk stond ook heel hoog. Ja. Maar uiteindelijk is Henk het geworden. Ja. Wat voor organisaties zaten er verder nog in? Wat een stuk of 31. Zijn er nog een paar bij gebleven kleven? Want dat heeft u ze allemaal gezien natuurlijk. Nou, ik ben zelf het meest... En ik ben ook blij dat Orpheus bij een van de 5 genomineerden was. Ik ben zelf nogal onder de indruk van het werk van Orpheus. Want ik in mijn omgeving, ik hoor wel eens wat, ik zie wel eens wat. En dan ben ik blij dat er zo'n club is als Orpheus. Maar verder een aantal dominees die zich... Ja, er is er eentje hier, Jaap Zijlstra zag ik. Ja, maar hij was niet genomineerd volgens mij. Nee, maar hij zat met mij meegereden. Hij zat wel bij de... Iemand heeft hem ingestuurd. Ja, bij de 31. Oh. Een aantal kerkelijke instellingen, Leger des Heils. Maar vooral veel hulpverlening, maar ook cultuur... Een paar fotografen. Media. Nee, een heel, wat ik ook zei in het juryrapport, heel gemengd publiek. En leuk, ja, het was gewoon een leuke klus. Ja, daar moest ook een keuze voor worden gemaakt. En de eerste keer moet je het ook stevig neerzetten. Die prijs, die staat dan ook, hè. Mooie vaas erbij. Staat leuk ook in de redactie, in Best straks, in de gang. Oh, maar ik sluit... hem thuis neerzetten. Ik wou zeggen, ik ken Henk een beetje. Ja. Ik sluit niet uit dat hij hem thuis neerzet. Hij neemt hem in naar huis? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik gun het hem ook, hoor. Ik gun het hem ook. Ik ook, ik feliciteer hem van harte. Maar ik heb hem niet meer gezien, hij is opgegaan ergens in... Nee, hij stond net bij de trap. Dus, toch bij de trap. Ja. Zeg even wat anders, u heeft zo'n mooi speldje op, Europa. Ja. Daar hebben we u nog niet voor in beeld gebracht bij de camera van MVS Media. De Gay Station trouwens, hè, de radio, tv met de roze rand. Wat gaat u doen? Veel van huis, hè? Maar we mogen niet over die partner hebben, maar die blijft natuurlijk thuis zitten dan. U zit dan de hele tijd in Brussel. Nee. Want mag die mee? Ja, die mag mee. Ik neem als je een beetje verstandig bent, Europees parlementslid, dan neem je een appartementje in Brussel. En ik hoop dat Swindley regelmatig, gaan wij gezellig een weekendje Brussel doen hoor. Maar... aangenaam in België is het aangenaam eten ook, hè? Gezellig. Welke taak rust op uw schouders als u daar mag gaan beginnen? Nou, ik word dan allereerst de zogenaamde delegatieleider, zoals dat heet. Dus ik mag de CDA-club voorzitten. Ja, en verder ben ik echt van plan om bezig te gaan houden met burgerlijke vrijheden, zoals dat heet. Dus dan praat je over homo-emancipatie, je praat over asiel- en vreemdelingenbeleid, je praat over de mensenrechten, de grondrechten. Dat is wel mijn ding. Ik wil graag in die betreffende commissie. Ja, dus dat roze element, dat spet het eraf. Nou, ik weet niet. Ik zal na deze prijs zal ik weer gewoon homo worden op mijn manier. Maar als u op... U zegt net, u noemt een aantal zaken. Oh, die u dus in Brussel en in Straatsburg is het waarschijnlijk. Hè? Heen en weer, een beetje heen en weer. Maar degenen die mij kennen, die weten dat ik het vooral zal moeten hebben van goede wetgeving. En het show-element, dat bewaar ik voor mezelf. Nee, precies. Nou, laten we afspreken. U komt daar wel, ongetwijfeld. En dat we elkaar, voordat de volgende verkiezingen zijn, nog een keer tegenkomen. Want ik wist echt niet dat u zo was. Iemand zegt, dat weet je toch? Dus het is goed geheim gehouden. Ja, ik hou niks geheim, maar u hebt blijkbaar niet goed opgelet. Oh, nu heb ik het gedaan. Nou, Joop heeft het me niet verteld. Maar nogmaals, leuk dat u juryvoorzitter wilde zijn van deze Jos Brinkprijs. Ja. En ik wens u heel veel succes in uw taak die u op uw schouders rust en zal drukken straks in het Europese verband. En dank dat u ons even te woord wilde staan. Blijf me kritisch volgen. Ja, dat doen we. We blijven kritisch volgen. Als je het nodig vindt om mij te interviewen, dan kom je gewoon gezellig langs. En dan zorg ik voor de maaltijd en u voor de beelden. Oh, nou, daar houden we. Dat lijkt me erg aardig. Komen we een keer eten. Want ze eten, houden van lekker eten daar. En uw partner, nou, die laten we dan maar even buiten beeld dan. Ja, hè? Wat heeft u liever, hè? Ja. Ja.